Goeiemorgen, we zijn weer op pad. We hebben in aanschouw Kasteel Voorde. Kasteel Voorde is toch wel heel erg bekend op de Pietpadroute. Want daar zijn Pieter en Mieter hebben het pad gesticht. Dus dan moeten we nog een paar volgens mij voetafdrukken kunnen vinden. Nou, zullen we zo kijken. Kijk, de jongens zijn een beetje wakker. Ja, heel gelukkig. Je moet alweer hier naar rechts. Ah, mooi kasteeltje. Waar waren nou... Kijk, we hebben het gevonden. De gedenksteen van Pieter en Mieter. Pieter en Mieter. Deze hoor. En inspireerde velen hun spoor te volgen. April 2006 het Pieterpad. Jurgen zet hem eventjes netjes erop. Ja, nou die hebben we op de camera staan. Zo. En nou hebben we alle belangrijke momenten. Kunnen naar huis. Kunnen naar huis. Taxi. Ja. Kijk, ik stampen door de gras. Ik zie al een los veter. Los veter? Los veter. Stoppie. Ja, kom maar even met de camera. Ik zal even. Ja, zo. Hampathé, kijk. Nou, even alleen door de knietjes. Die erg veel zeer. Oh, kijk eens. Ah, ik kan het net. Ja. Oeh, hoor eens. De vogels beginnen ook wakker te worden. Oh, eens kijken niet of dat we hier gewoon. Of dat we gewoon jaren terug in de tijd zijn gezet. Ja. Henk begint wel spieken als je geen vlagjes meer ziet. En dat is de enige aanwijzing dat we fout lopen. Ja, maar nou weer even voldoende signalering hier zo. Jammer dat het verboden is voor motorrijders. En dan lopen we weer vrolijk verder. Naaldbomenbos uit zien aan de rechterkant. Mooie rechte stammetjes en mooie planken vandaag. Laat je rugzak hier staan. Oh ja, we doen een taswissel, hè? Een taswissel, ik weet van niks. Zeg, ik zou even kijken voor een taswissel. Hoezo? Hier in de tas. Ja, dit is weer een ander uitzicht. Weer een mooie grasland. Kijk, een mooie maaien. Pietpad. Gaan we even langs het boertje. Dus hier komen al die mensen langs, het dunne, het smalle poortje. Grasland, hoe bedoel je groen? Heel erg groen. Onze koeienboer. Hij heeft weer succes bij de dames hoor. Hij heeft weer succes bij de dames. Lang nek. We hebben de eerste etappe weer gehaald. Het is nog 17 kilometer jongens. Volgen. Ik weet niet hoe Henk die 17 kilometer nog over allerlei paden heen krijgt. Maar ik denk dat het wel lukt uiteindelijk. We gaan een apotheek zoeken. We gaan wel pillen inslaan. En een bakketje. Gewoon een broodje. Maar we moeten daarin. Ik weet niet hoe net zozeer als gisteren. Meneer Henk is aangekomen in het dorpje voor een paar pillen.
paar roze smarties tegen zijn mond. Net zo makkelijk. 50. Daar zit een molletje erbij. Net zo makkelijk. Of dat gewoon smarties zijn. Is er wat? We hoeven nog maar 70 kilometer. Een beetje limonade erbij. Vanavond weer een paar biertjes en dan komen we er helemaal tegen. Zo, hoe voel je je? Ja jongen, geestelijke bijstand is het al, hè? Ja, alleen het idee al dat je het binnen hebt, hè? Dat je dan denkt van nou, ja, kan ik gewoon weer op lopen. En ook vanavond voor